Voorzitter, 2013 was een jaar van pijn. 2014 was wederom een jaar van pijn. 2015 wederom een jaar van pijn. En nu gaat het kabinet 1 jaar voor de verkiezingen opeens voor Sinterklaas spelen. Dat is onderdeel van het Haagse spel, maar burgers trappen daar niet meer in. Burgers zijn die politieke spelletjes zat. En het kabinet, voorzitter, lijkt daarmee op een soort uitgetelde smartphone. De accu is leeg en moet voortdurend aan de voeding. Voorzitter, doe hem iets omhoog. Deze begroting laat zich het best typeren als een fopspeenbegroting. Het kabinet zet in op koopkrachtherstel, iedereen een plusje. Iedereen een fopspeen, een plus voor de hoge inkomens van de VVD, een plus voor de middeninkomens van de PvdA. Maar nemen kiezers wel genoegen met die fopspeen? Zetten ze voor een plusje hun jarenlange onvrede aan de kant? Gaat die fopspeen er misschien direct na de verkiezingen weer uit? En waarom krijgen minima er niets bij? De PvdA, voorzitter, voert een rechtse koers en laat de minima links liggen. De mensen die het moeilijkst hebben en die ook in de afgelopen jaren flink de pijn hebben gevoeld van de economische crisis, krijgen er niets bij. Voorzitter, politici zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Maar de kloof tussen de burger en de politiek wordt steeds groter. Daardoor daalt het vertrouwen in de politiek en slinkt het vertrouwen in de democratische rechtsstaat. En dat is treurig. Voorzitter, Nederland verhardt, verrecht en verruwt. Van het 10-puntenplan van Geert Wilders uit 2004 zijn bijna alle punten door andere politieke partijen overgenomen. Geert Wilders, en ik zeg het gewoon, is een xenofobe herder en een aantal partijen loopt als makkenschaapjes erachteraan. Maar waar gaat die kudde naartoe, vragen wij ons af. Naar een weide waar alleen witte schaapjes welkom zijn? Naar een weide waar zwarte schaapjes worden buitengesloten? Voorzitter, daar zitten ze. In vak X, het vak van de xenofoben van de PVV. Echt treurig om te zien hoe zij de politiek met hun praatjes besmetten. En in Politiek Den Haag lopen we achter op de werkelijkheid van de samenleving. Politiek Den Haag blijft bijvoorbeeld krampachtig spreken over integratie. Maar integratie zou helemaal geen issue meer moeten zijn. Mensen die hier zijn opgegroeid hoeven helemaal niet te integreren. Die zijn gewoon Nederlander. Niemand is meer Nederlander dan een ander. Wij zijn allemaal Nederlanders en Nederland is van ons allemaal. Wen daar maar aan, zou ik zeggen. Voorzitter, van vak X naar de rest van de Kamer. Kijk ons hier eens met z'n allen zitten. Zijn wij een goede afspiegeling van de samenleving? Zitten hier niet te veel academici? Mensen die niet vanuit de praktijk denken, maar vanuit de theorie. Mensen die de wereld kennen van onderzoeksrapporten in plaats van rechtstreeks vanuit de straat. Zitten hier niet te weinig vrouwen? Nederland heeft nog nooit een vrouw als premier, als minister van Financiën of als minister van Buitenlandse Zaken gehad. Het mogen duidelijk zijn, Mark Rutte kiest vooral voor mannen. Kijk ze daar eens zitten in vak K. Totaal kleurloos. De enige kleur die ik nog zie, die een aantal nog heeft, zijn de laatste resten van de zomerzon. En dan zeggen ze dat er in de Kamer genoeg kleur zit. Maar dan kijk ik rechts van mij en dan zie ik helemaal geen kleur. Helemaal niets. En aan de linkerkant zitten ze wel. Maar die laten zich door de gevestigde politieke partijen te vaak gebruiken als lokaas om kiezers te trekken. En als ze na de verkiezingen moeten opkomen voor de mensen die hen hebben gekozen, dan geven ze vaak niet thuis. Wij van Denk, voorzitter, roepen alle politieke partijen en het kabinet op om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn. Weg met de hoge heren uit Den Haag. Ook de gewone mannen en vrouwen moeten in de politiek. Geen grauwe technocratische bestuurders, maar mensen van vlees en bloed. Voorzitter, mensen van vlees en bloed zouden heel anders met het vluchtelingendrama zijn omgegaan. Dat drama is de grootste uitdaging waar we in Europa op dit moment voor staan. Wat ons bij het vluchtelingenvraagstuk het meest stoort, is het egoïsme en de dubbele moraal. Het kabinet speelt kiekeboe met vluchtelingen. Vlucht niet weg voor het vluchtelingenprobleem, zouden wij zeggen. Terwijl het volk in grote meerderheid roept om actie en barmhartigheid, wijst de regering naar de Europese Unie en naar de regio. Terwijl het volk asielzoekers in huis wil nemen en massaal spullen aan het COA geeft, zegt het kabinet minder, minder, minder. Wij van Denk roepen onvoorwaardelijk meer, meer, meer. En de realiteit roept daar ook om. Voorzitter, stuitend in het vluchtelingenvraagstuk is ook de dubbele moraal. De grenzen zijn open voor de vrije markt, maar de grenzen moeten dicht voor vluchtelingen.
Wel onze politieke spelletjes die arme landen instabiel maken, niet de mensen die ontheemd raken. Wel de bommen op Irak en Syrië, niet de mensen die hun leven niet veilig zijn. Wel onze slurp multinationals die de grondstoffen roven en de lokale bevolking arm houden, niet de mensen die onvoldoende te eten hebben. Eigenlijk is dat egoïsme en die dubbele moraal ook typerend voor het kabinetsbeleid. Dat is ook logisch als je de VVD en de PvdA samen laat regeren. Nadat ze eerst keihard campagne tegen elkaar voerden. Het egoïsme van de VVD en de machteloosheid van de PvdA van Samson leidde misschien wel tot een sluitende begroting, maar ook tot kil en harteloos beleid. Daarom willen wij van Denk het kabinet graag afrekenen met een rapportcijfer. Wij vinden het kabinet Rutte-Ascher een klasje zonder uitblinkers. We willen ze ook verbeterpunten meegeven, zodat ze hun cijfer kunnen ophalen. Ik begin met minister Dijsselbloem, de man die gisteren zo trots was op zijn koffertje. Je vraagt je wel eens af of dat nog wel een sociaaldemocraat is. Dijsselbloem lijkt op een technocraat die het contact met het volk verloren lijkt te zijn. Wij geven minister Dijsselbloem een 5. Wat verwacht Denk van u, minister Dijsselbloem? Wij verwachten dat u de banken aanpakt, dat burgers hypotheken krijgen, dat kleine bedrijven kredieten krijgen. Nu wordt bijna de helft van de kredietaanvragen afgewezen, omdat banken kleine kredieten niet interessant vinden. En doe ook meer aan die belachelijk hoge salarissen en de bonussen, kameraad Dijsselbloem. Behalve bij de voedselbank, want in onze ogen is de voedselbank de enige bank die een bonus verdient. Voorzitter, staatssecretaris Dijkhoff willen wij prijzen voor zijn voortschrijdend inzicht over vluchtelingen. In Breda hield hij nog enige tijd geleden een harteloze toespraak, maar de afgelopen tijd vond hij in het vluchtelingendebat zijn hart terug. Nu wil hij gemeenten openstellen voor vluchtelingen. Dat is goed. Nu de rest van het kabinet nog, nu de rest van de Europese Unie nog. Wij geven u een 6. U bent een high potential in dit kabinet en Denk verwacht van u meer om dit groeipotentieel waar te maken. Concrete actie, staatssecretaris. Laten we eindelijk regelen dat vluchtelingen tijdens hun asielprocedure kunnen studeren en werken. Dan leveren ze een bijdrage en dat is wat ze ook het liefste zouden willen doen. In tekortberoepen kunnen ze na een korte inwerkperiode direct aan de slag. In Nederland hebben we een tekort aan monteurs en een groot tekort aan hoveniers. Voorzitter, premier Rutte, daar komt hij. U krijgt van ons helaas een 3. Hij komt zijn beloftes niet na. Hij staat ver van het land af. Hij geeft les op een school, in een volksbuurt. Ja, ik hoor dat hij dat de minister-president dat een hoog cijfer vindt. Maar van dat volk, op die volksschool steekt hij veel te weinig op. De premier is iemand die vastzit in zijn liberaal-kapitalistische wereldbeeld. Met een vlotte babbel naait hij Nederland een oor aan. Wat verwacht Denk van onze premier? Dat u premier bent voor alle Nederlanders. Dat u de verharding in de politiek bestrijdt in plaats van dat u zelf keiharde uitspraken doet. Tot slot, voorzitter, onze favoriet, minister Ascher. Wij van Denk vinden dat deze PvdA-minister echt de meest rechtse minister is van dit kabinet. De minister van Integratie blijkt vooral een minister van monitoren en wantrouwen van minderheden. De minister van Werkgelegenheid is de minister van Werkloosheid. Ruim 600.000 werklozen, minister. Hoe kan de begroting op orde zijn als we ruim 600.000 werklozen hebben? De minister van Sociale Zaken die voor de onderkant van de samenleving op zou moeten komen, blijkt de minister van Onderzoek die eindeloos onderzoeken doet in plaats van in actie te komen. En dan komt hij eindelijk in actie en dan geeft hij een paar dagen extra vaderschapsverlof. Een fopspeen voor de vaders. Dat is typisch Ascher. Mooie linkse praatjes op PvdA-congressen, keihard rechtsrotbeleid in Politiek Den Haag. Voorzitter, Ascher krijgt van ons geen cijfer. Hij krijgt een bindend studieadvies. Deze man moet wat ons betreft direct van school af. Misschien kan hij dan directeur worden van het onderzoeksbureau Motivaction. Voorzitter, ik rond af. Zoals ik al in het begin zei, het kabinet is een soort uitgetelde smartphone. De accu is op en moet voortdurend aan de voeding. Wat ons betreft mag de telefoon worden ingeruild voor een nieuw model. Dank u wel. Meneer Slob heeft een vraag. Ja. Voorzitter, ik zal me beheersen om te vragen om alle bewindspersonen een cijfer te geven. Maar in het
In het hedendaagse onderwijs komt het soms ook wel eens voor dat je jezelf een cijfer mag geven. Mevrouw de voorzitter, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Meneer Kuzu, u bent samen met uw collega, wat was het, vorig jaar november, uit de Partij van Arbeid gestapt of de fractie, of eruit gezet of iets wat daartussenin zit gestapt. Gezet. U bent hier... gezet. U bent in de Kamer gaan zitten. We zien u af en toe een keer opduiken bij debatten. Maar wat voor cijfer zou u zelf geven en misschien ook een motivatie erbij? Voorzitter, kijk, ik laat dat vooral graag over aan u. Want als u die vraag stelt, dan zou u dat best kunnen doen. Ik ben ook wel benieuwd naar u, maar u doet ook wel een aantal veronderstellingen die niet kloppen. En u weet hoe het is om als kleine fractie hier in de Tweede Kamer te functioneren. Collega Usterk en ook en ik hebben een aantal prioriteiten. En die prioriteiten, die bewindspersonen ben ik ook langsgelopen. En daar proberen wij ook een inbreng te leveren waarvan wij vinden, en niet alleen wij, maar ook heel veel mensen in het land vinden dat dat een meerwaarde is voor de politiek. Heel veel mensen voelen zich niet vertegenwoordigd door technocratische praatjes. En heel veel mensen willen ook de emotie die zij voelen in de samenleving, de stem die zij niet gehoord voelen in deze Tweede Kamer, gehoord voelen. En daar geven wij ruimte voor, meneer Slob.